Wilt u kinderen? Bij juffrouw Roel? Bij Catharina's wilt u bedoelen. Kom, kom. U dacht toch niet dat ik niets in de gaten had? Juffrouw Roel is een hoogst beschaafde jonge dame. Zeer voorkomend. En niet onaantrekkelijk. Vindt u juffrouw Roel aantrekkelijk? Ik? Kom, kom. U dacht toch niet dat ik niets in de gaten had? Wie doet u die vraag stellen? Mijn vader, die hoerenloper! Zei u ook dat ik tegennatuurlijke neigingen had? Zei hij dat? Zei hij dat? Heeft u ook verteld dat hij me uitprobeerde te huwelijken aan een prinses die die eer zelf genomen had? Wie bent u? Wie bent u? Ga weg! Weg! Ik weet wat jullie met me willen! Ga weg! Het is de warmte. Hij heeft er wel vaker last van, het is niets. Zal ik een glaasje water halen? Nee, nee, dit is uitstekend. Dank u. Er is geen beter medicijn dan alcohol. Gelooft u mij? Juffrouw Roel, dokter Giltij de eerste niet. Komt u verder? Ik kom eigenlijk voor Catharina. Catharina? De lessen beginnen pas om 11:00. Heeft u dan misschien het adres van haar tante? Juffrouw Roel, de patiënt is verdwenen. Ik weet niet of dat hij terug is naar de kliniek of... Dokter Giltij heeft helemaal geen boodschap achtergelaten. Waarschijnlijk is hij gewoon op zoek naar hem, maar ik weet het niet. De hele kliniek is misschien naar me op zoek. De telefoon die wordt ook al niet beantwoord. Niks. Zou ik u mogen verzoeken om hier te blijven terwijl ik naar de kliniek ga? Misschien komt er wel een boodschap. Dag. Hoogheid? Waar was uw broers onderkomen in Parijs? Hoe bedoelt u? Nou, u vertelde toch dat wie wil in Parijs... U slaat een stap over. Ik heb u nog niet over Maurits verteld. Hoe kunt u wie wil begrijpen als u niet weet wat ons dreef? Mauritsje. De enige die mama nog had. Maar niet voor lang. Nee! Maurits. Kleine schat. Wat ben je warm? Wat is er gebeurd? Waarom is zijn de koninklijke hoogheid zo verhit? Heeft de hele middag lopen rennen, majesteit. Niet iets om u ongerust over te maken. Ik wil dat hij voldoende rust. Zeker, uw majesteit. Ik wist het. Vanmiddag al, toen heb ik u er nog op gewezen. Het spijt me zeer, majesteit. Waar ik mij zorgen om maak, is het feit dat zijn hoogheid het zo benauwd heeft, majesteit. Ik zou een aderlating kunnen doen. Geen aderlating, onder geen beding. Het zou enige verlichting kunnen geven. We leven niet meer in de middeleeuwen. Het kind heeft al het bloed in dat kleine lichaampje hard nodig.
Het enige wat ik van u vraag, monsieur, is een andere arts. Hoe waagt u het, de kwaliteiten van dokter Everard in twijfel te trekken? Het is professor De Wit uit Leiden. Hij is een van de beroemdste kinderartsen van heel Europa. Hij is al meer dan 30 jaar aan dit hof verbonden, madame. En ben ik ooit ziek? Ik wil u spreken, monsieur. Ogenblikkelijk. Laat mij niet commanderen. Ogenblikkelijk! Niet goed met Maurits. Ik wil professor De Wit. Ik dacht dat wij deze discussie gesloten hadden. Hij geeft bloed op. Hij heeft hoge koorts. Wat is de mening van dokter Everard? Ik wil De Wit. Ik smeek het u. Alsjeblieft. Alsjeblieft, laat mijn kind niet sterven. Wat u niet schijnt te begrijpen, madame, is dat mijn zoon een oranje is. En die gaat niet dood. En een lichte verkoudheid. Voor de laatste keer, madame. Bespaar mij uw hysterische aanvallen. Maurits! Zou u wat water kunnen halen en een doekje, alsjeblieft? Ik zei het nog zo, hè? Ik wou graag 100 gulden overmaken naar Frankrijk. Hoofdkantoor Parijs, postrestaurant, op naam van Gilté. Als u daar dan even wilt tekenen. Hoe lang gaat het duren? Gewoonlijk 48 uur. Dank u. Goedemiddag, hè. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? Katharina? Nee, een vriendin. Jan. Jan, ik ben het, Evelien. Oh, Evelien, is Katharina er niet? Nee, ik wacht hier ook op haar. Is Rinus er dan misschien? Rinus is naar de kliniek. Jan? Iedereen zoekt je. Ja, ik zit in de Ardennen. Wat? In de Ardennen? Waarom? Dat kan ik niet zeggen, maar zeg haar dat alles goed is. Ik zal het zeggen. Kan ze jou daar bereiken? Nee. Maar waar zit je dan precies voor het geval dat zij... Ik zit in Esneu. Goed. Hoe is het met je arm? Oh, dat gaat goed, hoor. Heb je het haar verteld? Nee. Doe dat dan ook maar niet. Dus zeg haar dat ik in de Ardennen zit en op weg ben naar Parijs. En dat ik van haar hou. Evelien. Zorg ervoor dat ze zich niet te veel zorgen maakt. Tuurlijk. Dankjewel. Dag.
Den Haag 326 graag. De heer Verduin. Katharina. Daar heb jij ook niet lang over gedaan. Al begrijp ik natuurlijk dat het hier prettiger vertoeven is dan in dat armzalige krot van jou. Dus dat is wat jij noemt concubinaat? God, wat vooruitstrevend. De ene minnaar is de pijp nog niet uit, of hupsakee. Trekken bij de andere in. En ik maar denken dat jij werkelijk in de rouw was. Katharina, ik moet je van Jan zeggen... Alsjeblieft, Evelien, bespaar me. Jan zit in de Ardennen, Katharina. Tuurlijk. Gisteren zat hij waarschijnlijk in Parijs. Ja. Nee. Daar is hij onderweg naartoe. Het kan mij allemaal niets schelen. Jan hoeft zich voor mij echt niet verborgen te houden. Ik zal jullie echt niet lastig komen vallen. Je mag het allemaal hebben. Het huis, de idioot op zolder, de krankzinnige arts. En dit? Hij stond jou zo beeldig. O ja. Ook voor jou. Je moet alleen nog wat geduld hebben. Dag. Zijn hier verder nog iets? Naam van het hotel? Telefoonnummer? Iets over Parijs misschien, wanneer die zou vertrekken? Waarom is nu? Voor het geval hij gezocht zou worden. In verband met de moord op de Zwaan. Meneer Verduin. Hermans en Baljuw hebben verdomme elk hotel, iedere herberg in Luik hebben ze aangedaan. Hotel de la Gare te Luik, ter attentie van de heer Baljuw. Wees zo goed voor mij even naar het telegraafkantoor te gaan. Meneer Verduin. Baljuw en Hermans hebben me bericht dat ze hun intrek hebben genomen in een hotel in Luik zonder telefoonaansluiting. Zorg dat je bij die Katharina in de buurt blijft. Vermoord. Begrijpt u? Zijn eigen kind. Eerst had hij haar wiewiel ontnomen. En nu Maurits. Alles. Alles was tevergeefs geweest. Mama's plan stond vast.